in the city, back of my neck. Vandaag in het toffe V-dossier onder andere Xander. Xander de Boezan... Xander van Danny van Dijk. Xander doet een poging versneld zijn rijbewijs te halen. Hij heeft van zijn rijinstructeur te horen gekregen dat hij een tussentijdse toets kan doen om vrijstelling te krijgen. De examinator zit in het complot, dus dat gaat goed fout. Ja, die past in ieder geval beter in, hè? Ja, ja. Dat gaat wel niet halen, toch? Dank u, dank u. Hier ben je lekker bezig. Succes, jongen. Denk van, als je dit behoorlijk traflegt, niks aan de hand met de rijbewijs. Ja? Ik hoor het. Ze gaat rechts af. Van haar. Ze zegt dat het zijn. Dat is een hoort precies de opzet in de constructie zo. Nou, het is nog een lekkere dag, lekker muziekje. Ken ik je er maar ergens van? Ik kom me zo bekend zo voor. Goed kunnen. Ik weet het niet. Nee, ik zing in een band. Oh, nou weet ik het. De Dijk? Nee, niet de Dijk. Niet de Dijk? Nee, Volumia heet het. Volumia? Ja. Ja. Oh, ja. Wacht eens even. Zo. Dat liedje, even denken. Ja. Ja, nu is de vraag. Hou me vast. Ja, dat. Hou me vast. Ja, precies, die ook. Leg je hoofd tegen mijn schouder. Ja, die ook. Zing eens mee, ik kan die goed. Ja, ik heb die. Hou me vast. Streel me met zachtjes door mijn haar. Ja, dat echt zo, hè? Dat gaat dan echt zo. Ja, leuk. Ja, toch. God, wat gaaf. Dat is het. Maar ja, ik heb nog steeds mijn rijbewijs niet. Daar gaan we nou aan werken, hoor, joh. Nee, joh, dat is kat in het bakkie, hoor. Dat kunnen we toch niet maken? Zo'n bekende Nederlander en dan geen rijbewijs. Wat ik krijg er nog met mijn examen. Maakt twee genomen, want je hebt mij dus vandaag met je proefexamen. Ja? Dus dan heb je me natuurlijk ook echt, hè. Ja. Oh, u rijdt mij ook al. Ja. Ik rij u dus ook op het examen. Nou, super. Ja, dat blijft wel aardig ook tegen. En nou, hoe hard mag ik hier? Ik denk, ik kan het nog wel gebruiken. Ik denk, ik heb het dadelijk nog. We zitten buiten de verboden, kom hè. Kijk, maar dat geeft niks. Dat geeft helemaal niks. Ben je nog niet meer nerveus? Nee, maar ik ben altijd wel een beetje nerveus. Hoor. Dit zit gewoon in mijn aard. Ja, maar dat hoeft dus echt niet, ook met optredens, maar als ik eenmaal bezig ben, dan... Nou, als ik je schouders nou even zo masseer, zou je dan eens komen? Kijk, dat is natuurlijk heel goed. Ja, dus dat lijkt meestal wel iets, hè, joh? Ja. Nou... Vind je dit? Is dat een fantastisch? Ja, voor mij is het een grote rug. Ja, ik voel het. Mijn rug is echt... Ook bij deze bocht achterom. Ja. Ja, maar dit... Bocht achteruit. Zijn er nog steeds last van? Voelt het fijn? En mijn nek. Dat is perfect. Ja, toch wel. Ja. Zolang je een bocht achteruit hoeft te doen. Ja, ik vind het wel jammer dat je handen aan het stuur moest houden. Want wij doen altijd, hè, de een masseren, dan had je mee ook kunnen masseren. Ja. Even uitkijken. Kijk nou. Zag je niet? Zij remt. Poes. Nee, ik zag poes niet, nee. Oh, maar dan ga je geen poes doen. Nee. Ja. Je wil nog niet naar het bejaardenhuis, denk ik, hè? Nee. Hoe hard mag ik hier rijden? Dat is wel 80. Dan is het inderdaad 80, hè? Kijk, weet je wat dit is? Nou, een pistool. Nee. Klein duimpje met een Viagra-pil. En nou, Renze, let op! Oh! Wat doe je nou toch? Let op! Verbouwerering ook, zeg helemaal. Ik ging gewoon vooruit. Je rende plotje. Nee, ik zat op het gas. Zij remde. Ja, zij remde. Nou, zullen wij eventjes de auto vrijzetten? We zullen terug naar buiten moeten. Ja, komt ie. Zet je even de alarmlicht aan? Ja. Zit ik nou tegen u aan? Of, Ja, je zat net tegen me aan. Hoe kan dat nou? Waarom gaat u nou op uw remmen staan? Ja, jeetjes, hè? Ik kan het niet. Dat zeg je niet. Wat is dit nou? Ja, ik bedoel, ik sta altijd achter u, hoor. Ik bedoel, Ik denk dat ik met mijn Ja, nou, ik kan nog wat lesjes gebruiken dan. Was u aan het afrijden? U zegt relax, nee. Ik weet het niet, hoor. Je bent toch ergens wel een lul, hè? Ja, nee, ik dacht... Je bent ergens een lul. Ken je nog wel auto mee? Ja, ik kan zeker auto rijden. Ja, maar ik ging in de grip. Hoeveel lessen heb je al gehad? Ja, genoeg, maar ik kan zeker auto rijden. Nou, ik wil dat wel eventjes...
Maak uw naam even weten. Ja, Lisa. Lisa. Hi. En dit is de heer Sander. Sander, wie is er mee? Hallo. Lisa. Hoi. Hi. Lisa. Van de foto. Ja. Ja, ik wil het wel even nu geregeld hebben. Die bubbel is ontzet hier. Maar jij hebt, je bent gewoon vol in de rem gegaan, jongen. Dit moet ik... Ja. Nee, goed dan... Maar waarom ga je dan in de rem? Ja, ik kun je mij dat vertellen? Nou, omdat u tegen mij zei, we moeten rustig aandoen nog even. Want ik wil... Ja, ik zat toen op het gas. Ik wilde doorrijden in principe. Want toen zei je, we moeten nog even rustig aandoen. Ja, dat weet ik wel. Maar je ging in de rem. Je viet de rem. En als een leerling een rem neemt, wij kunnen dan verder. Ja, ik weet hoe oud ben je? 25. En nog niet je rijbewijs? Nee. Nou, dat mag duidelijk zijn, hè? Wat denk je hier aan te gaan doen? Wat denk je hier aan te gaan doen? Ja, ik weet weet niet hoe dat nu werkt, mevrouw. Moment, hoor. Maar ik heb nog iets voor je. Zie je, is het nog niet? Carlo. Ik snap het nog niet. Oh, jezus!